Yo kijkers van Watchek, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal van de Kingdom Zera. Het heeft alweer een poosje geduurd voordat er een keer iets te zien was op de livestreams na dan. Want ja, wij hebben ons land heel erg vergroot. Dus ik ga even op even indrukken en dan zien jullie al een hele mooie map verschijnen rechtsbovenin. Dat is onze minimap. En kan je natuurlijk zelf ook installeren als je Foxon map hebt. Met daarbij de Zera Resource Pack 2.0 video. Aan het eind van de video zal daar een videolinkje van komen en dan kunnen jullie dat ook gewoon gaan downloaden. Maar goed, waar zijn wij? Op de achtergrond daar zien jullie Dawnguard. Dat is onze huidige hoofdstad. En hiervoor is iets wat niet echt veel in beeld gekomen is. Wel een keer in een Kingdom aflevering. Maar dit is de oude Empire vestiging in Zera. Ja, die leeft nog steeds. Die gaat ook niet weg. Die staat hier nog best wel leuk. Jullie hebben hier een aflevering kunnen zien. Waarin ik ga even naartoe lopen. Ik zit trouwens in Creative, want het is op onze bouwserver. Maar jullie kunnen het nog wel weten. Ik stond hier en Rachtanatos stond hier. En we hadden een confrontatie. Nou, dat was hartstikke leuk. En ik heb hier ook een keer een confrontatie gehad waarin Thomas hier naartoe ging. Dus Thomas kwam hier en stond Danny daar. En dan kwam we een dik conflict. Dat was hartstikke mooi. Nee, grapje. Dan moet je maar even de aflevering voor terugkijken. Maar goed, wij gaan verder, want wij gaan het nieuwe gebied in. Want heel veel mensen die willen graag weten wat hierachter is. Zoals jullie kunnen zien op de minimap is dit het oosten. En zover veel mensen weten, is dat hier eigenlijk Zera ophield. Of in ieder geval destijds hield het hier op. Maar zolang jullie het nu al goed weten, of als jullie het nou goed weten, heeft Zera een nieuw stuk land erbij gekregen. En dat klopt, want vanaf hier, vanaf echt deze grens, dus dan moet je nou even op een mapje zien, dan zie je ook dat hier groene bomen staan, gaat de nieuwe biome in. En dat is nu geclaimd door Zera. Want ja, dit, mensen, is het nieuwe bos. En zoals jullie kunnen zien, hey kijk, het is hier zo dichtgegroeid langs de wegen. Je ziet door de bosjes het bos niet meer, hoe moet je dat zeggen? Ja, je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar in dit geval dus eigenlijk kan je niet meer echt zo tussen de bomen heen kijken. Het is helemaal dichtgegroeid. Je ziet sugarcane hier langs de weg. Zit hier een klein riviertje. Zou je denken? Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, we treden verder. Zoals jullie kunnen zien, we komen dus dichterbij. En dan zien jullie hier al op de map dat die hele grote farmlands zitten. Zie je dat? Wow. Dat, mijn mensen, is niet echt niks. Nee, kijk, je hebt zelfs stukken land die gewoon helemaal nog, die niet in cultuur gebracht zijn. Ja, het is in cultuur gebracht, maar wildernis is terug gaan groeien, zoals jullie kunnen zien. Er staan hele kleine boompjes tussen. Wow, wie heeft die toch gemaakt? Nou, daar komen we zo even op terug. Want, ja, we lopen even verder over het pad zo. Wat een natuur, wat een landschap. Hé, daarachter in de verte is iets te zien. Maar we gaan even deze kant op, dan kunnen jullie wel heel mooi kijken. En dan zien jullie hier Oakheart. Oakheart, wat is nou weer Oakheart dan eigenlijk? Dat weten heel veel mensen weten dat eigenlijk niet. Kijk, zo, wow, Oakheart. Wat is dat ook alweer? Nou, als je mij op Twitter volgt, dan heb je waarschijnlijk kunnen weten dat wij op zoek waren naar een nieuwe naam. En ik heb de mensen laten kiezen uit vier verschillende namen. En dit is er eentje geworden. Dit is de nieuwe stad die we gaan maken. Dat is Oakheart. Wow. En er loopt een pad naar Mura. Wat? Ligt Mura bij jullie in de buurt? Ja, het ligt ten zuiden van ons. Want als we even gaan kijken naar de geografie hiervan. Ik weet niet eens meer wat het is. Topografie. Sorry, hoezo zeg ik nou geografie? Dat maakt ook niet uit. In het zuiden ligt Mura. En Mura, dat is zeg maar onze alliantie. En dat is eigenlijk ook de enige vriend die we hier in de buurt hebben. Want als jij gaat kijken naar het westen, dan is daar een zee. En daar ligt Jenava. Ten noorden van ons is Empire. En ten oosten van ons is Lord. Nou, dan hebben we 1, 2, 3 vijanden. En 1 alliantie. Nou, daar hebben wij gelukkig een pad naartoe. Dus dat scheelt weer. Mura heeft een pad, maar daar gaan we zo over naar kijken. Want we lopen even het pad verder af. En dan zien jullie hier al wel nog veel meer farmlands. Wauw, moet je kijken. Wat is het hier toch gefarmd? Of zo moet je dat zeggen, toch, denk ik. Dan staan we hier bij een klein, ja, wat is dit? Een soort van landgoed is dit. Even kijken, wat staat erop trouwens? Silverport, Thornlands is die kant op, dat klopt, daar komen we vandaan. En Evergard. Wat Evergard? Dit is landgoed Evergard. Dit is zeg maar, we hebben in Zera hebben we twee commandanten aangesteld.
Die vallen zeg maar onder de generaal die we op dit moment nog niet hebben. Die komt binnenkort weer terug. Of in ieder geval dat we een nieuwe gaan krijgen. En ja, daarvoor hebben wij, voor de generaal hebben wij zeg maar Kaer Morhen. Dat is het, ja, de trainingzone voor alle soldaten. Maar we hebben ook twee commandanten. Die zullen hetzelfde gaan functioneren als de gildeleiders. Die zullen dus de soldaten moeten gaan aansturen. Mocht er een keer wat gebeuren, dan kunnen ze daar naartoe, kunnen ze hier setjes gaan opslaan en kunnen ze die hier gewoon gaan ophalen. Ik zeg maar wat. Het is een idee. Maar dat is dus eigenlijk hebben we dit dus gemaakt. Het is hartstikke mooi, zoals jullie kunnen zien. Deze is ook gemaakt door Kik Fingolf en die heeft ook al deze kleine boompjes ontwikkeld. Of nou, ontworpen, moet je zeggen. Maar ja, ik vind het super vet. Kik is eigenlijk een van de nieuwe bouwers die geïnvite is voor Zera. En de manier waarop we hem hebben geïnvite is omdat hij Kaer Morhen bijna 1-op-1 heeft nagemaakt. Of in ieder geval zo goed mogelijk naar zijn expertise. En ik dacht van, nou weet je wat, we gunnen hem een keer een kans. En vandaar heeft hij laten zien dat hij het kan. En voilà, dan maakt hij eventjes één vet landgoedgebouwtje. Ja, ik wil het geen fort noemen. Ik noem het meer een soort van klein kasteeltje. Laten we daarmee even opbouwen. Dan komen we verder. En dan zien jullie nog meer farmlands. Het is best wel groot. Kijk, ik kan het even laten zien. Zo. Wauw, wat een farmlands. Er zitten nog wat meer open liggende akkers. En hiernaast ook. En waarom zijn er nou zoveel farmlands, zou je denken? Nou, dat komt omdat hier een hele grote stad is. Die nog ontworpen moet worden. Dus denk nou niet van, wat de fuck, er staat één grote muur. Ik wil graag weten wat erachter staat. Nee. Op dit moment hebben we nog helemaal niks achter die muren. We zijn nou nog bezig met één ding, maar dat ga ik nog niet echt spoileren. Maar dit is zeg maar de brug. De grote brug, die moet je hier naar boven. En dan zul je hier dus één grote mooie stad straks gaan zien. Maar binnenkort misschien wel weer toertjes van zullen zijn. Maar op dit moment nog niet. En dan komen we hier en dan, dan heb je dus eigenlijk één fucking vet view. Ik vind dit eigenlijk, er moet iets meer deze kant op naar de kruising toe. En dan kun je het wel een beetje zien. Ik vind dit zo fucking cool eruit zien, jongens. Moet je kijken. Dit is toch mooi. Je hebt toch een beetje het gevoel dat je nou echt in de Shire loopt. En dat je denkt van, de grote farmlands daar, die zijn toch fucking amazing. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk een beetje dit gevoel. Ik vind het echt heel vet geworden. Dus even een dikke shout-out naar Dennis en naar Kik. Omdat ze mij heel goed hebben geholpen met de farmlands te maken. Volgens mij heeft Ian nog wel wat kleine dingetjes gedaan. Maar die is er meer voor de irritante kutklusjes. En dan hebben we dus eigenlijk dit pad wat nog naar Mura leidt. En voor de mensen die nou een beetje de laatste livestreams hebben gekeken, dan weten jullie vast wel dat wij hier aan gewerkt hebben. Ja, in ieder geval, als je dat gemist hebt, dikke pech. Maar je kan zien hoe wij gaan landscapen. Of in ieder geval, hoe ik een riviertje maak en hoe ik hier met Dennis de paden maak. En dan kom je uiteindelijk dus door een heel mooi bebost gebied. En dan zie je achter Silverport. En dan denk je eigenlijk van, de Silverport die ligt nog best wel dicht bij de nieuwe stad. Ja, dat klopt. Maar doordat er dus eigenlijk bos tussen ligt, lijkt het echt al alsof het best wel ver weg is. En dat is het mooie van natuur. En dat willen we ook een beetje koesteren in ons land. Want ja, ik vind het super vet dat je een beetje het gevoel hebt dat je toch nog wel echt een avontuur moet beleven voordat je bij een nieuw deel van de stad komt. Of in ieder geval dat je een lange reis moet maken. Hier zie je wel een klein riviertje. Dit hebben we gemaakt in een livestream. Heb ik deze brug ontworpen. En dit riviertje loopt helemaal op. Dit staat trouwens ook op Kingdom. Met uitzondering van natuurlijk de muren van het kasteel. En dat kleine landgoed wat we daar hebben gebouwd. Maar ja, hier zitten heel veel details weer terug te vinden. Zo kom je hier langs het pad. Dan is hier een of andere houthakker bezig geweest. Die heeft toch even een boom omgehakt hier langs het wegdeel. En die houdt nu stukken hout op. En dan loopt hij naar de stad of naar Silverport of naar dat landgoed. Maar hij is druk bezig geweest. In ieder geval heeft zijn spullen nog laten liggen, zo te zien. En dan kom je hier uiteindelijk. Dit vind ik heel vet. Dit is het kruispunt waar we vier kanten op kunnen gaan. We kunnen deze kant op. Dat is richting dit is de andere poort van de hoofdstad. Hier staat ook wel een potje met Oakheart. En hier kan je naar Mura toe. Dan moet ik wel zeggen dat op dit moment wij Mura niet ontwerpen. Dus dat gaat ons ook helemaal niks aan. Maar als je hier dit pad volgt, dan kom je hier aan bij een kleine oever. Want ja, we hebben een hele grote rivier om Zera heen liggen. Dat is Mura, dat zandgebied.
Hier loopt dus helemaal... Ja, hier zie je een zilverpoort. Hier loopt helemaal een rivier omheen. En hier kan je dus, mocht je met een bootje komen, kan je hier aanmeren en kan je dus hier gewoon het land op. Dit is een beetje de bedoeling geweest. Dat als je niet naar Silverport wil, maar wel aan land wil naar de hoofdstad. En je moet vanaf de zee komen, dan kan je gewoon hier prima komen. Of je moet via Silverport gaan, wat je zelf heel leuk vindt. En dan hebben we hier eigenlijk nog een pad naar boven, wat uiteindelijk straks gaat leiden naar de brug naar Mura toe. Maar dat is nog even afhankelijk van wat ze in Mura daar gaan bouwen. Dus daar moeten we even op wachten, maar dat zal vast wel weer een keer in beeld komen. Dan komen we hier langs. En dan zien jullie een brug. Deze heb ik gemaakt in de livestream. Ik vind hem super tof geworden, moet je kijken dan. Het is, er zit zelfs licht onder, wauw. Wauw, bling. Dat is wel nice. En onder water is die ook functionerend. En dan hier zie je dus alweer die stad in de verte die, waar we ook aan werken. Maar we hebben hier ook nog weer natuur. Je denkt echt van, wat hebben jullie toch veel natuur in Sierra? Zeg, waarom moeten jullie zoveel natuur hebben? Waarom maken jullie niet van jullie hele kingdom een stad zoals andere kingdoms dat doen? Kalizie. Dat weet ik niet. Wij vinden het gewoon mooi om natuur te hebben. En dan kom je hier dus uiteindelijk uit bij de poort. Dit is de zuidelijke poort. Je kan het hier wel zien. We hebben helemaal nog niks gemaakt. Er worden wat dingen uitgepland. Maar ja, kijk. Dit moet allemaal nog gemaakt worden. Dus er komt binnenkort nog wel wat aan in de hoofdstad. Of nou, wat is dat, een kleine spoiler? Wordt dit de nieuwe hoofdstad van Serum? Misschien. Ja, dat ga je misschien wel zien. Maar hier kan je deze kant ook nog op. Want dit is zeg maar het laatste uithoekje wat we nog hebben. En dit hebben jullie waarschijnlijk ook in de stream gezien. Er staan nu alleen wat meer bos omheen, zoals jullie kunnen zien. Hé, Leon met zijn bos. Dan kom je hier in de steengroeven. En deze is toch even vet geworden, jongens. Moet je kijken dan. Ik vind het zo vet eruit zien. Midden in het bos. Midden tussen alle bomen zit gewoon een hele groeve. Moet je nagaan. Maar waarom hebben wij nou gekozen voor een steengroeven? Ja, er moet toch een beetje een idee zijn dat de hoofdstad aan steen moet komen. Waar gaat het anders vandaan toveren? Nou, dan kom je dus hier. Er zitten mijngroeven in. En die mijngroeven die zijn natuurlijk bedoeld om nog wel een beetje ijzer of goud of diamonds hier vandaan te halen. Maar ondertussen wordt hier aan de overkant wordt steen verzameld. Uiteindelijk ook wel aan deze kant. Maar dat is nog minder relevant omdat hier nog wat meer mineralen in de grond zitten. Maar ja, naarmate je dus hier om je heen kijkt, dan zie je wel best wel een grote groef. Er zit hier een trap dat je omhoog kan. Want ja, het is niet de bedoeling dat iedereen telkens met ladders omlaag komt. Je moet wel een beetje fatsoenlijk naar boven en naar beneden kunnen komen. Dus ja, vandaar dat we voor dit pad hebben gekozen. En ja, dit is even het laatste. Het ene laatste wat ik ga laten zien trouwens. En dat is dat we hier nog een kleine opslag hebben onder de grond. En dit vind ik ook wel nice. Dit is zeg maar voor de minegilden. We hebben verschillende gildes in Sierra. En die kunnen hier gewoon hun mineralen opslaan. Zeg maar, ze hebben dan een aantal kisten. En dan kunnen ze gewoon hun spullen in opslaan. En dit is lekker groot. Er zitten hier nog wat anvils en de chesten. En er lopen meerdere gangen naartoe. Dus je kan hier heel makkelijk komen als je een paard hebt. Misschien dat we nog even een aansluiting hierop gaan maken met de Iceway systeem wat we onder Sierra hebben liggen. En ik vind het heel vet. Ja, moet je nagaan, hè. Straks kunnen kingdoms die mogen hier namelijk over deze rivier heen varen. Die zullen hier langs varen. Dan zien ze dit en dan denken ze, maar wat zit hier nou achter dan? Hè? Dan moet ik nou weer de video van Leon gaan kijken om te weten wat hier achter zit. En dan zie je één fucking vette groeven, vind ik. En ja, hier is Lord alweer. Dus ik denk dat dit het alweer was voor vandaag. Dit was alweer de laatste update van Sierra, wat we in ieder geval gebouwd hebben. Nog even een dikke shout-out naar Kik en Dennis, omdat ze natuurlijk hier hartstikke veel mee helpen. En misschien binnenkort meer, als er meer is. Want ja, op dit moment kost het veel tijd om te bouwen en daar moeten we ook maar net inspiratie voor hebben. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Laat natuurlijk even dat duimpje omhoog achter als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer natuurlijk op Watchtracker voor meer van de Kingdom Sierra. Binnenkort ook weer Storyline. Want ja, David heeft ook weer dingen uitgeschreven. Dus dat moet ons ook wel een beetje stimuleren om weer content te maken. In ieder geval, jullie gaan het zien op Watchtracker. Abonneer dus, doe een duimpje omhoog. En laat even in de reacties weten wat je tot nu toe van Sierra vindt. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.